U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We hebben vandaag een wisselende dag gehad, vooral in plaats. Want dit was het plaatje in Noord-Nederland met flinke zonnige perioden. Op de radar kunnen we zien dat het zuiden van het land nog te maken had met een paar stevige buien. Naverhand was ook de bewolkingsverdeling met de meeste wolken in het zuiden. Maar die wolken met regen zakken langzaamaan naar Duitsland en België weg en dan begint het op steeds meer plaatsen op te klaren. Dit is het wolkenplaatje waarop we zien dat de zon flink schijnt in het noorden. En dat die opklaring ook heel langzaam terrein wonnen vandaag. De bewolking in het zuiden nog steeds dik. Maar ook in het zuiden gaat het vanavond langzaam maar zeker opklaren. En de laatste bui verdwijnt in de loop van de avond. Het uh, kwik ligt in de avond rond 11 graden. En vooral bij zee in het noorden waait het nog flink met windkracht 5. In de nacht opklaringen, droog, lokaal kan nevel ontstaan en het koelt flink af in het binnenland. 3 of 4 graden in de kustgebieden, een graad of 6 als minimumtemperatuur. En dan morgen loopt het kwik op naar zo'n 14 graden, maar in het noorden van het land blijft de temperatuur wel achter. Op de wadden, Friesland, Groningen, een graad of 12 als maximumtemperatuur. De zon doet goede zaken, er ontstaan stapelwolken en in het binnenland is nog een kleine kans op een enkele bui. Dan gaan we naar de langere termijn en dan zien we voor de donderdag, vrijdag en zaterdag in het algemeen vrij veel zon. Vooral donderdag en vrijdag. Zaterdag misschien wat meer bewolking, maar het blijft in elk geval wel droog en de temperaturen lopen voorzichtig op. Zaterdag is het een graad of 18. En die temperatuur stijgt daarna nog wat verder. Begin volgende week komen we in de buurt van de 20 graden. Hoe lang dat duurt, dat is allemaal wat onzeker, want we zien de spreiding in temperatuur behoorlijk groot worden. Kijk maar eens naar de dinsdag. Het kan net zo goed 12 graden. Zijn als 22. De neerslag navenant. In eerste instantie wordt het meest droog, maar vanaf zondag neemt de neerslagkans toch wat toe. Het wordt als gezegd net weer even wat wisselvalliger. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl